We zijn vandaag op de strook Monte Santa Maria van Strade Bianche, wat zaterdag verreden wordt. Net Tadej Pogacar en Urs Cigaert al langs zien komen. Wij gaan hem vandaag rijden, omdat de afgelopen dagen het hier flink geregend heeft in Toscane. En de komende twee dagen gaat het ook nog, waardoor het nu in de zon een perfect moment is om te kijken hoe de strook er zaterdag ongeveer bij gaat liggen. Hier is Alaphilippe ooit al eens door een helikopter te val gekomen. En in het begin, wat we op tv misschien niet heel erg zien, is dat het ongelooflijk stijl is. Dik in de dubbele cijfers al 2 tot 3 keer. En dan moet de Monte Santa Maria, daar waar Pogacar vorige keer aanviel bij zijn zegen, kan nog komen. Wat ik dus merk in de afdalingen, het heeft hier 2-3 dagen echt flink geregend. En je ziet dat de steentjes er nog gewoon bij liggen alsof er niks aan de hand is. Maar als je onder de steentjes kijkt, zie je wel echt dat het gewoon modder is. Wat bergop zorgt dat je slipt, nog meer dan voorheen. Dus staan op de pedalen is echt lastig. Naar beneden gaan à la Pidcock 2023 is... ik zou het niet doen. Zoals je zag, mijn achterwiel, als je gaat staan op de pedalen, constant wegslippen. Deel 2 van deze strook ligt echt veel gladder, veel meer modder, veel minder steen ook.
En ik denk ook minder op de wind, waardoor die nou echt nog wel natter ligt. Ik heb pas net over de helft. Vet veel steile stukken al wel gehad. Ik snap echt heel erg goed dat met wind, de kronkelwegen, maar vooral het constante op en af grip, hele steile klimmetjes. Met ook best wel veel van die trekkersporen erin. Dat hier echt grote verschillen worden gemaakt en dat hier altijd echt de beste overblijven. Ik moet nog 5 kilometer. Ik ga in het bos in. En dan ga je zo in een hoekje. En dan komen we daar verder op. Hopelijk. Als hij het eerste gedeelte is volop in de wind, steiler stuk ook, dus daar is echt nog wel de grond beter. Daarna kom je hier in het bos in en heb je ook het tweede gedeelte daar al. En ook in het laatste stuk, je ziet dat de hondenspoor op de weg echt wel veel drassiger ligt. Dat de afdalingjes echt wel meer trekken maken, verschillen te maken. Aan de andere kant kun je hier dus straks heel makkelijk verschillen maken waarschijnlijk. Dat de ene wat harder durft dan de ander. Einde ook van de strook Monte Santa Maria. Een hele pittige strook. Ik snap nu heel goed dat hier altijd de afscheiding wordt gevormd. Of soms zelfs de koers zelfs wordt beslist met een solo. Dat zal zaterdag moeilijk in het geval zijn dat ze er een extra lusje rond Siena in doen van 30 kilometer. Waardoor deze strook eindigt op dik 70 kilometer van de finish. Waarschijnlijk gaan de kleppers van de koers hier wel met elkaar overblijven. En gaan we dan de finale in. Maar Monte Santa Maria, we hebben dus zaterdag. Andiamo.